Welkom Suzanne. Dankjewel. Je bent judomoeder, kan ik zeggen. Klopt, ja. Moeder van twee kinderen. Klopt ook, ja. Waarvan er eentje nog actief aan het judo is en eentje er inmiddels mee gestopt is, maar het wel een aantal jaren gedaan heeft. Hoe oud zijn je kinderen? 10 en 8. 10 en 8? Ja, degene van 8 judoet nog, een jongetje. Ja. En de oudste, die heeft wel gejudood? De jongste, ja. De jongste? Ja, die heeft een jaartje of twee gejudood, is inmiddels gestopt en een andere sport gaan doen. En de oudste van 10, die is nog lekker fanatiek elke week op de mat. Ja. Hij is 10 jaar. Hoe oud was hij toen hij begon met judoën? 6. 6 jaar? Toen hij mocht. Jong, hè? Ja. Ja. Toen hij mocht, heeft hij erop gewacht? Nou, we hebben hem even moeten overhalen, hoor. We hebben het een paar keer aangegeven. Ga nou een keertje mee. Ging hij allemaal niet doen. En na een halfjaartje zei hij, nou mam, wanneer mag ik nou eens een keer een proefles? En sindsdien is hij niet meer weg te slaan bij de judo. Als je dan zelf judoot, allebei als ouders, dan is dan moet het wel leuk zijn als je je eigen kind voor de eerste judomat op ziet gaan. Ik vond het heel leuk dat hij het wilde proberen. Ja, dus ja. Ik heb als een trotse moeder langs de mat gestaan. En in het begin, hij weet nog helemaal niks. Hoe gaat dat dan, zo'n judoles? Wat kan hij dan doen? Nou, we hadden wel het geluk dat we met een groepje starten wat eigenlijk allemaal beginners waren. Allemaal 6-jarigen die voor het eerste wit bandje omkregen en gaan. Maar ze kunnen vrij snel gewoon meedoen. Het gaat spelende wijs, zeker bij de jongsten. Dus ze doen mee, tikketje, spelletjes, contactspelletjes, een koprolletje maken, een houtgreepje maken. Dus ja, dat stroomt heel natuurlijk in. Eigenlijk gewoon eerst eens even gewoon leren van allerlei basisvaardigheden. Ja, tuurlijk. En allemaal spelende wijs. Ja. Dus dat is goed bevallen en hij vindt het nog steeds leuk, hij gaat nog steeds met plezier naar de judoles. Hij gaat nog steeds met heel veel plezier naar de judoles, ja. Ja, want je zei al iets, hij kende de sfeer, hij voelt zich daar thuis op de club. Ja, hij voelt zich hartstikke thuis. Hij gaat er graag naartoe. Het is geen beraningsschopper, hij is altijd zo'n beetje op de achtergrond, maar op de mat dan bloeit hij toch wel helemaal op. Hij voelt zich daar gewoon heel, heel prettig. Ja, maar dat is toch iets wat judo hem dan gebracht heeft? Als je zegt van hij is zelf misschien wel een beetje timide. Ja, ja. Maar op de judomat dan leeft hij op. Dan leeft hij dat echt op. En dan kan hij echt zijn, hoe dat hij wil zijn. Kan hij zijn dingetje doen. Het is natuurlijk een veilige omgeving, want de spelregels zijn inmiddels bij die groepen wel verduidelijk. Dus ja, hij kan daar helemaal zijn gang gaan. Ja. Wat heeft dat dan gedaan voor zijn ontwikkeling als kind? Nou ja, voor zijn zelfvertrouwen is het wel echt heel goed. Het is gewoon een mannetje wat stevig in zijn schoenen staat, wat lekker in zijn vel zit, wat zich niet gek laat maken door anderen. Ja, het is gewoon een vrolijk en blij kind. Ja. Zowel op de mat als op school, als met zijn vriendjes. Hij is gewoon wie die is. Ja. Als er nou andere ouders zijn die willen kiezen voor hun kinderen, ze mogen wat gaan sporten. Waarom zouden ze dan aan judo moeten gaan doen? Ja, ik denk dat het een hele mooie basis legt. Hè, voor eigenlijk elke sport die je wil gaan doen. Maar ook voor je lichamelijke ontwikkeling. Want eigenlijk alle spieren in je lichaam, die gebruik je wel. En je wordt er soepel door, je wordt er krachtig door. Maar je leert ook heel veel normen en waarden. Respect voor de trainer, respect voor anderen. En toch lekker stoeien met elkaar, veel energie kwijt. Maar wel binnen de kaders van het spelletje wat we spelen met elkaar. Hij heeft nu 4 jaar judo gedaan, hè? Dus je hebt eigenlijk al best wel een hele ontwikkeling kunnen zien vanaf 6 jaar. Ja. Wat denk je dat nou het belangrijkste is geweest, wat hij heeft meegekregen vanuit het judo? Wat heel belangrijk is, wat hij zelf ook al zei, ik vind het altijd zo leuk om er naartoe te gaan. En ik denk dat dat het allerbelangrijkste is, dat kinderen gewoon plezier moeten hebben in het spelletje of in het sport die ze doen. Als ik dan naar mezelf kijk, denk ik wel gewoon het zelfvertrouwen en dat daar gewoon echt een mannetje staat wat lekker zijn eigen ding doet en zich niet gek laat maken. Het respect naar elkaar toe, hè, binnen de kaders van het spelletje spelen. Het willen winnen, maar ook wel tegen je verlies kunnen. Dat speelt natuurlijk echt wel een rol, want je wint niet altijd. Dat zie je wel terug eigenlijk in alle dingen. Ja. Veel plezier, zou ik zeggen. Ik hoop dat het weer snel kan. Ik, daar sluit ik me helemaal bij aan. Ja.